Op Cuba is de onderdrukking toegenomen, zegt Amnesty International. Dissidenten, journalisten, schrijvers en activisten worden regelmatig opgepakt en voor korte tijd vastgehouden. Met beschuldigingen als oneerbiedigheid of minachting voor de symbolen van het vaderland. Alleen afgelopen jaar al zijn er meer dan 65 onafhankelijke journalisten en bloggers opgepakt. Maar het regime probeert niet alleen schrijvende Cubanen tot zwijgen te brengen. Deze muziek is vaste prik op de hotelterrassen, waar de Cubanen zelf geweerd worden. De meerderheid van de bevolking van Cuba woont niet in het pittoreske centrum met de mooie toeristenmuziek. Ze wonen hier in die satellietsteden, waar een heel andere muziekcultuur bestaat. Bueno, aquí estamos en mi casa, en la casa de un rapero. Welcome to my ghetto. Welcome to my ghetto. Ik heb een geheime afspraak hier, omdat de rapper scene clandestien is. A mí no me gusta que yo como negro que esté por la calle caminando y que hayan por delante de mí cuatro blancos y detrás de mí cuatro blancos y el policía se fije solamente en mí. Al gobierno no le gusta escuchar eso. No le gusta que los jóvenes escuchen eso. Es por eso que lo censuran. Prácticamente nosotros hacemos y producimos nuestros discos en un estudio de grabación clandestino. Hun muziek wordt op illegale cd'tjes onder de jongeren verspreid. Contact met de buitenwereld is uitgesloten. Want net als de rest van de gewone Cubanen hebben ze geen toegang tot internet. Bien, la playa, un puntico negro. Entre tantos turistas van a ir arriba de ti, van a pensar, porque aquí hay una ley que dice asedio al turismo. Die hele revolutie in Cuba is ooit begonnen om een einde te maken aan de ongelijkheid en de uitsluiting. Maar om diezelfde revolutie te beschermen, hebben hun leiders een soort apartheidssysteem uitgevonden. Yo no puedo entrar a los hoteles. Y yo no puedo entrar a internet. Yo, y yo no puedo entrar a una tienda donde compra con CUC.